hoop dat ik het nog red, zeg maar, dat ik op tijd ben. Hé, liefje. Maar wat ik wou zeggen is dat ik dit gewoon echt niet meer kan. Heb je mama niet gemist? Nee. Had je het zo leuk met papa? Nee. Ook niet. Dus dat zou betekenen dat we daarna die kant op kunnen gaan. Heb jij gewoon je slaapzak uitgetrokken? Ja. Ja. Even wat jurkjes passen. Kijken voor de bruiloft. En wij. Goedemorgen, het is zondag. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is wel even wennen hoor, op zondag starten vind ik. Ik ga zo naar Amsterdam. Naar het vrijgezellenfeest van mijn beste vriendinnetje. Heel veel zin in. Maar ik ga deze kleine wel missen natuurlijk. Ik heb het gevoel dat ik haar zo weinig gezien heb van de week. Maar dat gaan we aankomende week wel gewoon lekker inhalen natuurlijk. Ik heb het wat rustiger deze week. En ik ben jarig trouwens aan het eind van de week op zondag. Maar dat zie je dan ook weer in de volgende vlog trouwens. Hey! Ik ben alleen maar. Mama gaat zo weg. Dan ben je gezellig met papa vandaag. Vind je dat leuk? Tata. Ga je zwaaien? Hey. Oh, oké. Okay, doei. Heb je de lamp aangedaan? Dit is echt haar nieuwe ding. Ze wil constant de lampen aan en uit doen. En gaat hij aan? Weer uit? Oh ja, en ik was dus van plan om op zondag te gaan uploaden. Maar ik kom er nu toch achter dat dat niet echt lukt. Omdat zondag toch ook wel vaak een drukke dag is dat je dingen gepland hebt. Dus ik ga het nu op dinsdag doen. Ik ga nu op dinsdag uploaden. Want maandag moet ik dus werken en dinsdag ben ik lekker vrij. En dan kan ik tijdens haar middagslaapje nog even de laatste dingetjes doen en zo. Dus dat wordt de nieuwe uploaddag, dan weten jullie dat. Mama gaat jou missen, schatje. Kusje? Mama, kusje? Oh, pie. Panda. Papa. Mama. Papa. Mijn papa. Oh! Hé, waar is jouw boel? Waar is jouw boel? Thuis. Waar is Django? Boekje lezen, maar mama moet eigenlijk weg, schatje. Kom je met papa een boekje lezen? Het is dus gelukkig best wel lekker weer. En ik hoop ook echt dat het droog blijft, want we gaan varen. Ik zal niet heel veel laten zien. Ik doe wat sfeerbeelden schieten misschien, maar ik denk dat de rest niet op YouTube wil. Dus ik bekijk het zo even wat ik ga filmen. Oh jongens, dit geloven jullie nooit. Het is zo stom. Maar deze geoot was haar mondkapje vergeten. Dus ik stond bij de bushalte. De bus kwam bijna en ik zie iedereen zijn mondkapje pakken. En ik denk, shit. Dus ik ben die bus, ik heb de bus gemist. Ik heb de trein gemist. Dus ik heb wel geappt en ze hebben geregeld dat iets dus wat later komt. Wat denk je? Rijdt de bus net gewoon een halte verder door. Dus ik moest echt een heel stuk teruglopen. Dus ik hoop dat ik het nog red, zeg maar, dat ik op tijd ben om mee te maken dat zij verrast wordt, zeg maar. Oké, ik ga even snel lopen. Dan ben ik daar zo heel. Hey, liefje. Hey. Ik ben blij voor je, schatje. Goedemorgen, het is maandag. Ik ben op weg naar werk. Gisteren was ik echt heel gezellig. Het is wel een beetje laat geworden. Nou ja, voor een zondag wel. Ik ben uiteindelijk dus bij Is blijven slapen. Was niet de planning, maar het was zo leuk. En
sliep denk ik half 4 of zo. En om 7:30 ging mijn wekker. Dus dat is niet echt. Dat is even wat minder. Ik ben echt ontzettend brak. Echt brakker dan brak. Gewoon niet oké. Maar ja, het was dus heel leuk. En vandaag even overleven op werk. Zo, ik ben thuis. Ik heb het overleefd. En ik doe echt helemaal niks meer vanavond. Ik ga op de bank liggen, voetjes omhoog. En that's it. Hey. Mama heeft jou gemist. Nee. Echt wel? Nee. Mama heeft jou heel erg gemist. Nee. Echt wel? Nee. Echt wel? Heb jij mama niet gemist? Nee. Nee? Nee. Heb je mama niet gemist? Nee. Had je het zo leuk met papa? Nee. Ook niet? Nee? Had je het niet leuk met papa? Nee. Vond je het niet gezellig? Nee. Nee. Het was super gezellig, joh. Nee. Echt wel? Nee. I love you. Nee. Echt wel? Nee. Jawel. I love you. Nee. De hele wereld. Nee. Vind je ons stom? Nee. Wil jij een koekje? Nee. Wil je geen koekje? Ja. Ja? Ja. Goedemorgen, het is dinsdag 2:30. Ik kom nu zo ongeveer een beetje bed uit. Ik was wel om 12:00 al wakker, maar ik heb in bed lekker nog even gechilled. Mijn vlog geëdit en dat soort dingen. Oh, maar ik ben nog steeds zo moe. Ik ben dat niet meer. Oh, wacht even. Zo, het gaat weer. Ze stoten haar handje. Maar wat ik wou zeggen is dat ik dit gewoon echt niet meer kan. Gewoon zoveel wijn drinken en dan de dag erna gaan werken met maar 4 uurtjes slaap. Dus vandaag doen we echt denk ik weer helemaal niks. Huis is een puinhoop. Er is geen eten in huis. Ik denk, zal ik straks even kijken of ik iets kan bestellen? Broodjes. Ja, lekker. Ja, toch? Ik heb wel zin in gewoon een lekker broodje. Ik kan ook wel wat stokbrood halen. Met allemaal beleg en zo. Ja, kan ook. Nou, we gaan even kijken wat we gaan regelen qua eten. En verder gewoon lekker uitrusten. Nou, het wordt niet bestellen en ook geen stokbroodjes halen bij de winkel. Ik heb even de vriezer opengetrokken en ik vond er nog wat witte garnituur. Er liggen ook nog wat frietjes in en pizza en dat soort dingen. Dus lekker ongezond, maar ook wel lekker op zo'n dag. Ze gaan lekker smullen, lekker eten. En lekker lumpiaatjes. Ze zijn best groot. Ja, hè? Ik dacht eigenlijk eerst dat het van die kleintjes waren toen ik gekocht. Maar. Wil je ook lumpia? Ja. Wil je een hapje proberen? Nee. Oh. Nee. Het is echt zo'n puinhoop in huis, jongens. Echt hier, daar, tafel ligt vol. Maar ik heb de kracht niet om het op te ruimen eigenlijk. En we hebben het nu even over de bank. Ik bedoel, je ziet in mijn vlog vast wel vaak voorbij komen dat die bank echt onder de vlekken zit. Ja, en het stoort me echt heel erg. Maar we weten niet zo goed hoe we het dus schoon moeten maken. Of in ieder geval, als we het zelf schoonmaken, dan krijg je waterkringen. Dus dat werkt niet. Dus we moeten het echt laten reinigen. Dus we hebben het er nu even over of we dat willen laten reinigen door iemand anders, of dat we zelf zo'n apparaat kopen of huren en het dan zelf gaan doen. Maar volgende keer hebben we al besproken, nemen we sowieso een bank met hoe ze die eraf kunnen en die we gewoon lekker kunnen wassen. Want dit, ja, weet je, met zo'n kleine, dat het werkt gewoon niet of zo. Het wordt gewoon zo snel vies. Ja, mochten jullie tips hebben of zo, hoe ik die bank zeg maar goed schoon kan krijgen of op een zo goedkoop mogelijke manier. Want iemand inhuren kost natuurlijk ook wel best wel weer wat volgens mij. Dan hoor ik het graag. En we dachten dus ook heel lang van ja, we gaan het niet laten reinigen. Want ja, zij knoeit nog zo vaak op de bank dat het niet zoveel zin had. Maar het begint nu toch echt wel heel erg storend te worden, vind ik. Dus ik wil er toch wel wat aan doen. Maar ja, daar horen jullie vast later meer over. Ja? Ben je alle krijtjes aan het verzamelen?
Wat ga je daarmee doen? Ben je helemaal in de zandbak? Oh? Oh, oké. I love you. Nu jij? Doe maar I. I love Taylor. You. Ben je moe? Ben je moe? Kom maar zand in je oog. I love you. Ik heb hier dus een klein blokje pure chocola. Hey Jasmijnje. Wil je een beetje chocola? Goedemorgen, het is woensdag. Ik ga een dagje werken. Ik sliep echt veel te laat. We waren echt tot 1:30 aan het kletsen. We lazen gisteravond een bericht over Indonesië dat ze in september gaan beoordelen of ze in... in augustus gaan ze beoordelen of ze in september, oktober de grenzen weer open gaan doen voor internationaal, zeg maar. Dus dat is natuurlijk supergoed nieuws. Dus dat zou betekenen dat we daarna die kant op kunnen gaan. Ik heb nu natuurlijk weer werk tot december, dus dat zou dan januari gaan worden, zoals we al gehoopt hadden. Maar ja, we waren dus helemaal enthousiast gisteravond. Dus ik ben een beetje moe. En ik ga Jasmijn even wakker maken nu, want die gaat naar mijn moeder toe. Ze is wakker. Ze moet nog even wakker worden. Ik had het zo zielig. Ja, liefje? Ze is natuurlijk helemaal niet gewend dat ik haar om 8:00 wakker maak. Normaal slaapt ze echt wel tot een uurtje of 9:00, soms 9:30. Even wakker worden, hè? En dan gaan we naar oma en Lo. Dat is leuk. Liefje. Jasmijn? Ah. Jasmijn, wie is dat? Lala. En dit? Lo. En dit? Lo. Wie is dit? Oma. Oma, ja, knapperd. Dat is zo goed van jou, dat je alle drie de namen weet. En toen naar Christine geweest. En daar heb je ook even gespeeld, hè? Met de trein. En toen heb je nog een paard gekregen van Christine. Een paardje, een houten paardje. Heb jij een paard gekregen? Waar is je paard? Waar is hij dan? Ligt hij ergens, hè? Een houten paardje. Ja. Dus je hebt het wel leuk gehad bij oma weer. En de eerste keer toen we gingen lopen, gingen we met Lo lopen. Maar toen ging het al heel snel regenen. Oh. Oh. Ja, toen ging het regenen, weet je nog? Het is net 9:00 geweest. Wij zijn net thuis. Ik heb haar opgehaald bij mijn moeder. We hadden nog even een borrel op werk. Dat was wel gezellig op zich. Maar ik ben echt zo gigantisch moe. Dus ik ga vanavond echt vroeg proberen te slapen. Nou, en dan is dit toch wel echt heel fijn wakker worden, wou ik zeggen. Thuiskomen bedoel ik dus. Gewoon een opgeruimd huis. Hoe fijn is dat? Keuken. Nou, echt heerlijk dit. Goedemorgen. Het heeft even een paar dagen geduurd, maar ik ben er weer. We zijn helemaal tot rust gekomen. We hebben ook echt super lekker geslapen vannacht, dus... Dit was ook denk ik de eerste nacht dat ik echt een beetje kon bijslapen. Maar Jasmijn die kwam pas om 4:45 voor haar eerste flesje in plaats van om 1:00. Dus ik hoefde er ook maar 1 keer uit vannacht. Want Beer deed de ochtendfles toen hij thuis kwam van werk. En om 10:15 werd ik wakker en toen sliep zij nog. Dus ik heb haar daarna wakker gemaakt. Dus ja, heerlijk geslapen. Echt, doet een mens zo goed. We gaan zo even naar het winkelcentrum. Nou, dit is ook leuk. We wonen op de 6e verdieping. Ik moet deze kleine dus al die trappen naar beneden en straks ook weer naar boven tillen, inclusief boodschappen. Kom schatje, de lift doet het niet. Ga met de trap. Ik heb haar helemaal naar beneden getild om er beneden achter te komen dat de andere twee liften het wel doen.
Maar dat is alleen maar mooi voor straks als we weer thuis komen. Ik ga trouwens even een pakje terugbrengen. Ik had voor de bruiloft had ik hakken besteld. Alleen ik loop echt nooit op hakken. Dus ik heb besloten dat gewoon lekker niet te gaan doen. En mooie platte schoentjes te gaan kopen. Dus deze gaan terug. Het is zo schattig, sinds Beer dus die scooter heeft, is ze helemaal gek van scooters. Ook als we buiten fietsen of lopen of zo, wijst ze alle scooters aan en dat soort dingen. En als het hok open gaat ook gelijk, oh papa! Dus, papa! Ja, papa! Papa heeft de scooter! Liefje, oh, kijk jij ook met je handje? Doe maar je handje daar weg, schatje. Dan gaan we naar buiten. Buiten! Ja. Lukt dat zelf? Nog even één trap naar beneden. Wij woonden vroeger, toen ik jong was, ook in een flat. En ik geloof ook op de 6e verdieping. Maar dat was een flat zonder lift. En mijn moeder had dus mij en mijn zusje alleen. En dan ook nog boodschappen. En die moesten dan ook altijd helemaal naar boven en beneden tillen. Toch wel heel knap, vind ik. Ik weet niet hoe ze dat gedaan heeft. Maar wat goed dat je zelf op de trap kan lopen, schatje. Hé. Hey. Knap hoor. Serieus, ze stond beneden. Ik doe die deur open. En in de tussentijd is ze weer de trap opgeklommen. Kom, Liefje, we gaan naar beneden. Ik had Jasmijn op bed gelegd. Maar ik hoor haar al de hele tijd mama roepen. Dus dit is hoe ik haar aantref. Staand. En haar slaapzak ligt daar. Heb jij gewoon je slaapzak uitgetrokken? Ja! Ja! Wou je niet slapen? Nee. Nee, je was ook wel heel laat wakker vanochtend, hè? Nee! Dank je! Maar nu kan ze dus haar slaapzak uittrekken. Oh. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn de komende tijd. Nee! Wil je spelen? Ja. Ga je nu elke keer je slaapzak uittrekken als je naar bed moet? Nee, toch? Oh. Goedemorgen, het is zaterdag en we beginnen de dag lekker met een groene smoothie. We doen het nog steeds. Jasmijn vindt het echt heel erg lekker en ik ook. Dus ja, succesje wel. Lekker? Ja. Blij, hè? Oh. Wat doe je nou? Mama gaat een doekje pakken. Oké. Okay. Dat was dus niet zo'n succes. Terwijl ze net een slok uit haar eigen glas nam en toen dronk ze het wel. Oh, wat een veel dit. Je slokje? Mama. Die is van mama, die is van jou. Ja, die vindt ze wel lekker. Ik snap het ook niet. Het is hetzelfde, maar ze drinkt het in ieder geval. Ik ga even naar de stad. Even wat jurkjes passen. Kijken voor de bruiloft volgende week. En ik moet eigenlijk ook nog schoenen hebben. En ja, nog wat andere dingetjes. Dus ik hoop dat ik slaag in alles. Ik sta in de H&M. Ik heb nu al spijt dat ik op zaterdag ben gegaan. Want het is echt ontzettend druk. Ik heb nu deze jurk aan. Ik vind hem heel mooi, maar ik vind mijn buik niet mooi erin. Dus dat wordt hem sowieso niet. Hij lijkt nu trouwens ook heel erg wit hoor, maar dat is hij niet natuurlijk. Ik zie trouwens wel echt heel veel leuke witte jurken. Volgens mij is dat gewoon de trend nu, maar bijna alle jurkjes die ik leuk vind zijn wit. En dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar het is best lastig om even een leuke jurk te zoeken, vind ik. Deze vind ik wel echt heel cute. Het is echt heel raar licht trouwens hier, maar hij is een beetje gelig. Meer goudgeelachtig. Maar ik weet niet of het hem is. Deze vind ik dus echt heel mooi. Maar het is een maat 42. Zo, ik ben alweer even thuis. Mijn camera hield je mee op in de stad. Lekker met de kleine. Hallo. Heb jij een microfoon? Ga je daarin zingen? Hey, van de smoothies die ik maak, maak ik trouwens ijsjes als ik wat overhoud. Super lekker vindt zij. En dan krijgt ze toch nog een beetje fruit en groente binnen ook. Er zit dus ook spinazie doorheen. Of
Deze is met avocado volgens mij trouwens. Ik heb 2 jurken gekocht. Die laat ik later even zien. En, of misschien toch nu. Nee, de jurken niet. Maar de rest laat ik wel even zien. Ik heb nog een tasje gekocht. Want ik had helemaal geen nette tasjes. Deze wil ik in mijn haar gaan doen. En wat heb ik nog meer gekocht? Oh ja. Even een setting spray nog. Zodat haar make-up lekker de hele dag blijft zitten. En een oogschaduwbasis. Was dat het? Denk het wel. En dus 2 jurken. En daar ga ik dus even uit kiezen. En zij heeft ook nog een jurk besteld. Maar dat is nog niet zeker of die op tijd binnen is. La 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 la. La 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 la. La la. Mama doet lekker met jou mee hoor. La, la, la. Je kan heel mooi zingen jij. Ja. Ja. Oh ja, het enige wat ik trouwens nog niet heb is zijn schoenen. Die kon ik niet vinden. En ik heb geen idee waar ik die moet halen. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet wat voor schoenen ik wil. Ik weet alleen dat ik platte schoenen wil. En daar moet ik dus nog even voor kijken. Ik weet niet of ik ze misschien kan bestellen. Maar ik ben bang dat het dan niet meer op tijd binnen is. Want ik moet op donderdag al in Amsterdam zijn. Gaan we nog een nachtje of, en een dag gezellig wat dingen doen en zo. En eten en slapen samen.